Ja, ik heb het toch maar weer gedaan, want ik heb een nieuw kindje gemaakt. Kijk eens wat ik hier voor u heb gemaakt. En het was een klus deze keer. Maar ik ben er wel apetrots op. Dit was de 18e brander in 14 maanden die de koffie maakte zoals ik hem eigenlijk wilde. Niet alleen ik, maar ook mijn naaste assistent Niels, die heeft heel veel werk hier aan besteed. Dit is hem geworden. Hij heet Café Coronel en daarmee proberen wij nu de markt in te gaan. Hij is zacht, ietsje pittiger. Hij heet niet voor niets Stopklaas. De link kunt u vast wel leggen als u onze site kent. En hij komt uit Sul de Minas. En Sul de Minas ligt in Brazilië, in het zuidoosten, de provincie Minas Gerais. En dat is een stukje boven Rio de Janeiro. Het is een koffie met vrij grote bonen. U gaat het ook zien, want hij heeft iets extra's. Ik ga hem laten zien en u zal zelf beoordelen wat voor crèmelaag daarop komt. Want die koffie die komt er dik en crèmig uit. En hij is chocoladeachtig. En dat is toch moeilijk te vinden. Over aroma gesproken, gaan we even snuffelen hoor. Heel grappig, je ruikt zelfs een tintje chocolade. Hij is ontzettend leuk gelukt. Ik ben trots op de leverancier, dat kan ik u wel vertellen. Nou, ik ben best een beetje nerveus, want het is ook wel een primeur. Kijk, dat moet je zien bij Koffie. Nou zie je die crèmelaag van onderen naar boven klimmen, klimmen, klimmen. Hij is dik een centimeter. Ja, daar gaat hij overheen. En het is 100% Arabica. U gelooft het of niet, dat kan met 100% Arabica. De kleur is ook apart grijs-bruin. Je ziet er geen rood in. Iets vlammetjes. Dat is een goed teken. Nou, even proeven hoor. Hij verdient die term topklas, echt. Hij is, wat mij betreft, in mijn smaakbeleving, precies degene die ik wens. Ook apart aan deze bonen is dat ze als crudo, dus als ruwe boon, niet zijn gewassen. Dat betekent dat ze natural zijn.